Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe vlog. Nou, vandaag was ik wat vroeger vrij, dus ik dacht, ga ik samen met mijn moeder lekker naar de stad. Nou, ik hoop natuurlijk dat jullie dit soort video's natuurlijk leuk vinden. Doe dan zeker een dikke vette duim omhoog. Nu zit ik in de auto onderweg naar de stad. Nou, het wordt natuurlijk bijna lente en dan ook weer bijna zomer. Nou, het is al bijna lente. Dan is het natuurlijk wel best lekker weer om te gaan shoppen. Dus ik zie jullie als ik in de stad ben. Ik ben nu in het station aangekomen en ik sta nu op de rotrap naar boven. En ik zie hier nu de Nolte en ik zie daar ook de Primark, dus we gaan als eerst naar de Primark. Nou, daar gaan we nu lopen. Kijk. Daar is de Primark en daar gaan we dus heen. En we hebben hier ook nog de Nolte en de Spirit, dat is de Nolte. En nu lopen we dus naar binnen. Kijk, nu zijn we. Binnen. Nou, laat maar eens gaan kijken wat ze allemaal hebben. En iets verder gelopen, we komen net van daar. Nou, een heel klein stukje. En hier hebben ze dus broeken. En hier zijn de broeken meestal niet te duur. En ik pas dat ook gewoon. Dus dat is wel mooi. Zo'n broek heb ik al. En het zit wel heel fijn. Dus misschien ligt hier nog zo'n soort broek tussen. Dus daar ga ik even voor kijken. En pretty, pretty. Ach nee. Nee, doe dat maar niet. Oké. En we hebben hier ook nog allemaal broeken voor de rest. Dus daar ga ik even in koekeloeren. Ik heb net ook een... want we hebben hier allemaal fitness outfits. Een soort van die sport outfits. Ja. Van dit soort dingen en zo. Daar heb ik ook wat tussen gezocht. En daar vond ik ook net wat leuks. Zoals dit. Maar dat is niet wat voor mij, want ik heb... Die uitgekozen. Zo'n broek. Dus die ga ik zo even passen. Dat lijkt me wel grappig om aan te trekken. Want mijn sportbroek is helaas kapot. Dankjewel mama. Prachtig. Sunnie. Het broekgedeelte zijn we net voorbij. Want dat was daar. Nu staan we hier. En hier hebben we allemaal van die shirts. En daarachter staan ook weer paskamers. En hier zijn ook allemaal schoenen. Dus daar ga ik nu tussen kijken. Ik heb hier ook wel een paar grappige t-shirts, zoals deze. Actually, I can. Dus dat is wel erg grappig. Dan hebben ze hier mijn Anthony slippertjes. Dus even kijken of er wat leuks tussen zit. Oh my god, look at this. Oh, hij is helemaal... Oh my god, so cute. Hier hebben we allemaal schoenen. Nou, hier achter me, maar ook hier. Want hier zie je allemaal slippers natuurlijk voor in de zomer. Van dit soort losse schoentjes. En hier heb je van dat soort slipachtig voor in de zomer. Maar dan ook op een hak. En hier heb je natuurlijk voor van die platte schoentjes. Die draag ik soms onder een jurk als ik geen hakken draag. Maar hier heb je van die gewoon makkelijke hakken. Zoals dit. Dus daar waar je gewoon makkelijk op kan lopen. Maar ze hebben ook weer gekke... naaldhakken. Toen viel die hak bijna. Oké, en toen viel die echt. Ik ga hem even neerzetten. Lisa weer terug geplaatst. Heb je ook gewoon sneakers. Met allemaal van die leuke, gewoon wit of leuke printjes. En ook gewoon van dit soort schoenen. En hier weer normale schoenen. Dan heb je hier van die schoentjes die jullie wel kennen. Nou, dan hebben ze hier weer... hier. Dus we hebben wel verder rest gewoon veel schoenen. Nou, ik heb die I Can shirt nog meegenomen. En dat ding, dus dat ga ik zo, dat sportbroekje, dus die ga ik zo passen. Nou, hier is allemaal van een soort doos waar allemaal spulletjes in kan stoppen. Kijk, dit is wel heel erg handig, want hier kun je bijvoorbeeld nail polish in doen. En dan kun je hier gewoon op drukken en dan komt het gewoon uit. Dus ze hebben hier meestal wel handige dingetjes en ook nog best goedkoop. Dus ik ga nog even verder zoeken. Dit kwam ik net tegen, een leuk zonnehoedje. Dus dan krijg je het zon niet in je ogen. Beetje te groot, maar dat maakt niet uit. En ik kwam deze travel pass tegen, dat is voor je paspoort. Dus dat vind ik wel super leuk, gewoon een hoesje voor je paspoort. Dan is niet iedereen hetzelfde natuurlijk. Nou, later. We zijn nu bij de haarproducten, dus de scrunchies en de tassen allemaal. En bij de make-up. Maar de make-up ga ik niet op, want die kant heb ik al gehad. Maar hier... ja, hebben ze helemaal allemaal scrunchies. Dus dat is wel leuk. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook gewoon riemen en tassen daarachter. Dus ja, dat is wel leuk. Nou, ik heb het natuurlijk niet nodig. Maar
Het is natuurlijk wel altijd leuk om wat tussen te kijken, want wie weet zie je wat leuks. Ik sta nu in de paskamer en hier hangt al de kleding die ik heb. En ik heb hier beneden ook nog het shirtje om te passen. Dus ik ga even passen en dan ga ik het aan jullie laten zien. Dit is het Stitcher shirt. Hij zit gewoon goed. Nou, dit is gewoon mijn eigen broek, maar het t-shirt, die vind ik wel leuk. Hij valt ook goed, dus ik vind hem wel leuk. Op naar de volgende. Dit is de outfit. Ja, je ziet hier een kaartje, maar dat klopt natuurlijk. Nou, ik vind hem wel leuk en hij fits goed. Very goed. Dus ik vind deze wel leuk. Duimpje omhoog. Deze shirt met Actually I Can. Ik heb hem even over de sportling aangetrokken. Maar hij ziet er wel grappig uit. Alles tot nu toe vind ik hem zeker een duimpje omhoog waard. Dus een dikke duim omhoog. Nou, deze broek is het dus niet. Ik vind het echt... Nee, doe maar een duimpje omlaag. Sommige mensen staat hij goed, maar mij dacht het niet. Ik ben er al een tijdje, dus ik ga nog even de sportjedijst in. En dan ga ik naar huis toe. Omdat anders ben ik echt te lang hier. En we moeten thuis natuurlijk ook nog eten maken naar mijn moeder. En die brengt mij natuurlijk hierheen. Dus daar moet ook nog tijd mee zijn. Want ik wil hier graag kijken voor een hockeystick. Want ik wil heel graag op hockey. Alleen dat gaat helaas niet. Dan wil ik wel natuurlijk een hockeystick. Dus ik ga even kijken. Ik zie je zo hoor. Nou, ik loop nu een beetje bij de sportje. Zo van de tennisrackets. Want hier allemaal hockeysticks. En daarachter liggen allemaal dingen voor tennis. Dus hier ga ik even naar kijken. Bijvoorbeeld zo'n stick. Is wel super vet. Maar dan moet je kijken of het tot je nagel komt. En dan komt het bij mij nu totaal niet. Dus ik ga even kijken. Ik heb een leuke stick gezien. Zoals ook hierachter. Maar die zijn allemaal te klein voor mij. Want er moet tot je nagel komen. En ze komen nog net onder mijn been. Dus dat is niet goed als ik ermee wil gaan spelen. Dus ik ga kijken er nog naar. Dus misschien later nog een keer een hockeystick nemen. Maar ik weet het niet. We rijden nu de parkeergarage uit. Nou, we staan nu nog wel in. Maar we gaan er zo uitrijden. Nu. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Dus doe zeker een dikke duim omhoog. Vergeet te abonneren bij Jill natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram en TikTok bij Jill Geeks IT. Doei, tot de volgende keer!